voor het samenleven der bijeenkomst en met de dikke groeten. Hey, jullie zien er heel anders uit dan in de tv-reclames. Ik zie alleen maar blanken hier. Vonden jullie dat ook op? 4% van de bevolking is zwart. Bij een elke deukreclame zie je zwarte tegenwoordig. Waar komt die obsessie van zwarte vandaan? Dat willen Unilever en Jumbo's duidelijk maken. Bereiden ze ons voor op de omvolking of denken ze dat alle autochtonen er zo uitzien? Diversiteit? Nou, de mijnen in de Schilderswijk loopt geen enkele zwarte, alleen maar hoofddoekjes. Die zie ik nooit in de reclames. We hebben toch 1,5 miljoen moslims hier, veel meer dan zwarte. Maar 21 was weer een lekker jaar. Elk jaar denk je dat het niet gekker kan, maar het gaat steeds harder met al die gekkigheid van de paar gestoorde linkse fanatici. Divers, duurzaam, deugen, klimaat, inclusief, energietransitie, homotransitie, wat een bullshit allemaal. Je moet vandaag de dag je bank kiezen omdat je duurzaam beleg, niet omdat je een rente krijgt. Hypocriete boeven draait er nog steeds alleen om de centen. En hun baasjes vragen zich nog steeds met hoge bonussen vanuit de grote villa's in het veilige witte Bloemendaal. Zelfs ijs is politiek correct tegenwoordig. De premier is om te kotsen. Links deugijs. Het is gewoon Unilever. Die zijn de EU ontvlucht naar de Brexit en zitten nu in Engeland. Hadden geen zin meer om belasting te betalen voor al die deugshit hier. Ook Shell doet een exit. En al die EU-SSR-propaganda maar horrorverhalen verspreiden over Engeland na de Brexit. Zou helemaal instorten. Diezelfde EU betaalt Franse journalisten bonussen als ze positief berichten over vrouw van de lijken. En die dikke pad Timmermans. De klimaatkeuring.